Tof, ik heb een mesje erin. Wie bedoel je? Ah, laat maar. Dit is mijn opa, Klaas ter Weer, net als ik. Ongeveer 90 jaar terug was hij hier zo te smid, hier in het dorp. En uit de smederij groeide altijd een garagebedrijf, een elektrozaak, een loodgietersbedrijf. En dat is hier ook allemaal uit voortgegroeid. Er is een elektrozaak hier zo geweest en op de plek waar we nu staan is de garage ontstaan. Vroeger had je hier zo de Ford dealer. De eerste auto die mijn opa verkocht was een Ford en de tweede werd die verkocht werd weer een Ford. Achter in de Ford lag een boerbord, Ford dealer. Moet je tegenwoordig eens beginnen over twee auto's met een dealerschap. Ze praten eerder over 200 en meer. Later zijn ze verhuisd hier naartoe, alles. En daar zitten we nu nog, zo'n 60 jaar. Nou, verdrouwer. Best al eens. Nou willen mensen al meer en meer. De mensen twee auto's. En het zou verrouwen aan gewoon aanbouwde eigen auto. Op fiets. Ik woon mijn alle leven in Spiek. Want waar bouwvakvakantie en bleef ik maar luisteren. Ik ging veel leven met mannen voor een dag aan het vissen. Nooit idee mooi kopen. Ja. Ik heb voetbald. Maar zo was er geen duizenden. Zo was er veel bij. Wat nou? Veel bij andere vereniging. En ze riep. Moet je ook voetbal. Maar voetbal doen. Die man die had ook kooiden. En op achterdeel, daar stond wat toppen met water, kool water. En hemels, nou, een kort bij beetje hemel. Ja, vet en niks. Nou, is het toch al eens. Ja. Ik ben geboren in Korea. Ik ben opgegroeid in Los Duip. Toen ben ik geadopteerd. Ik had een vriendin in Spiek woon, al vanaf de kleuterschool. Toen heb ik een poosje nog bij hem woond, want er waren geen huizen vrij. Nou, na een poosje heb ik mijn vriend hier ontmoet
En nu woon ik sinds 6 jaar in Spiek. Ja, dat was een Japaner die fotografeerde de molen. En ja, die kwam naar me toe lopen en die begon in Japans. Dus ik keek al om je en ik dacht van nou, ik word nou. Maar en, toen vroeg ik, ik zei, do you speak English? Nou, hij begon gewoon verder in Japans te praten. Dus nou, ik had zoiets van, ja, dat versta ik nou. Het is of Engels of... Dus ik weer vroeg, do you speak English? Maar meneer werd kwaad. En die begon met fouten te stampen en nou, hij liep kort weg uiteindelijk. Dus maar dat was dan wel grappig om mee te maken. Nou, ik vind Spiek op zich wel een leuk dorp. Ja, ze zijn allemaal wel vriendelijk. En ja, je komt natuurlijk al van mensen wat tegen in de winkel. Nou, Spiekens dan wel in de café. En ja, dan heb je toch wel een bepaalde verhouding met mensen. En dat is wel gezellig. Wij spelen op een dag vanavond nu 3 man draaien voor slechts 1 euro.